Zoals gewoonlijk start ik mijn vrijdag in de sportschool. Oh, if you're not Dutch, please turn on the subtitles. Even if I try, even if I wanted to, and I can't change. Even if I try, my love, my love, my love, she keeps me warm. Ik ben op het moment onderweg naar mijn werk. Ik heb na het sporten even een boodschap gedaan. Vito is namelijk morgen jarig, en dan vieren we ook voor familie en onze vrienden. Dus ik ga vanavond appeltaart maken. Wish me luck. En ik wilde het even met jullie hebben over mijn workout schedule eigenlijk. Jullie hebben gevraagd om een sportvideo. Dat wil ik ook zeker nog gaan doen. Ik weet nog niet helemaal hoe, dus vandaar dat ik het eerst even ga hebben hierover. Ik sport nu zo'n 4 keer in de week. En daarvan doe ik dus 2 keer benen, billen, 1 keer full body en 1 keer armen, rug, schouders, basically. En ik eindig altijd met buikspieren. Ik zeg altijd, 1 dag geen buikspieren gedaan is 1 dag niet getraind. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is als je sport, dat je een doel voor jezelf zet en dat je daar naartoe werkt. En zo motiveer je jezelf ook. Over motivatie gesproken, wat voor mij echt super goed helpt, is een sportmaatje. Je hoeft niet eens echt samen te zijn. Al is het maar om te zeggen van, hey, ik heb vandaag dit en dit gedaan. Of als je een nieuwe oefening weet. Zoals als je samen bent, kan je elkaar even spotten en even helpen. Ik bedoel, wij planken vaak met een gewicht op onze rug. En het is toch makkelijker als iemand anders dat neer kan leggen, et cetera. Over nieuwe oefeningen gesproken. Ja, het is eigenlijk best wel een standaard groep oefeningen die ik doe. Maar ik probeer daar ook op te variëren. Dus bijvoorbeeld wat je vandaag hebt gezien, dat ik hang en mijn benen omhoog doe. Dat is iets nieuws. Dat kan ik nog helemaal niet vaak. Ik ben helemaal niet goed in, maar het is wel dan weer motivatie om daar beter in te worden en dus sterke buikspieren te krijgen, et cetera. Dus ja, dat is eigenlijk op het moment waar ik mee bezig ben. Nou, als jullie een workout video willen zien waar ik meer in uitleg, laat het dan vooral weten. En ik ga jullie nu dag zeggen en verder rijden. Dus doei! Het is alweer tijd om naar huis te gaan. Ik zie jullie zo. Wij gaan een poging doen tot appeltaart maken. We hebben net even gegeten. Vito heeft zijn cadeautje alvast gehad. En ben zoek ze een 6. Kooklessen met talent. Hij verdient niet helemaal de schoonheidsprijs, maar we zijn er wel trots op. Hij is super goed gelukt. Hij is niet zo heel bruin geworden omdat we vergeten zijn een eitje op de bovenkant te smeren. Maar voor de rest, hij ruikt goed. Hij is knapperig. Ik ga hem morgen opeten. Goedemorgen allemaal. Ik ga nu naar mijn opa en oma, want mijn opa is vandaag jarig. Hij wordt 78. Mijn vriend is ook vandaag jarig, dus 2 vliegen in 1 klap. Die ligt nog lekker thuis op bed, die gaat even uitslapen. En vanmiddag komt de schoonfamilie, dus superleuke, gezellige dag. Ik heb er zin in. Running from the darkness of the night. We'll be shining past the brightest light. Just like gold. Just like gold.
Believing we can spark the break of dawn. We can find the power to restore. Open druk. Open druk. Te druk voor een cadeautje? Nee hoor. Dank je wel. Alsjeblieft. When you find your answer. Don't take forever. Ik heb lekker pizza. Het is een beetje een ongezond weekend met alle pizza en cake en hapjes. Maar ach, dat hoort er een beetje bij. Ik heb vandaag niet zo heel veel gefilmd, gewoon omdat het druk was. En morgen ga ik denk ik de hele dag chillen. Ik wil eigenlijk even sporten, maar ik ben ziek aan het worden. Vito is echt 2 weken ziek geweest en ik begin ook ziek te worden. Dus misschien dat ik morgen gewoon even rustig aan doe. Dus als ik jullie niet meer spreek, vergeet deze video dan niet te liken. Als jullie dit leuk vonden natuurlijk. En te abonneren. Volgend weekend ben ik 2 dagen bij Intense Carnival. En ik heb er zoveel zin in. Het gaat vriezen volgens mij. Maar goed, we doen onze onesie aan en we gaan ervan genieten. Dus ik hoop jullie daar te zien. Als je me ziet, kom even hallo zeggen. En laat even in de comments weten wie ik allemaal tegen ga komen en wat jullie hiervan vonden. Dus ja, ik ga lekker even eten. En ja, fijn weekend. Ik hoop dat iedereen het vanavond ontzettend leuk heeft bij Frequencers. Een beetje balen dat ik er niet bij ben. Maar goed, ja, keuzes moeten gemaakt worden. Cheers. From the darkness of the mind, we'll be shining past the brightest light.